optreden van alle 13 jaar, dat had ik nooit verwacht. Ja, nee, dat had ik niet verwacht. Dat is echt goud, ja. Hoe is het, grote vriend? We zijn een tijd geleden zijn we gevraagd door Manon, de vrouw van Bart. En nou ja, een beetje twijfel. Zo van, ja, weet je, we zijn al zo lang weg en moeten we dit nou wel doen? En joh, we belden naar elkaar en we zeiden, we gaan dit gewoon doen voor Bart. Gaan we dit doen? Mijn neefje had een zus, dat was maar niet die dus. Wij vonden haar een beetje gek, want maar was toch haar nek. Ik heb met hun in het verleden heel veel samengewerkt. En we zijn samen naar de Canarische eilanden geweest. Veelvuldig samen opgetreden. Ik heb een aantal clips voor hun gemaakt. Dus ik vind het wel heel gaaf om ze weer terug te zien. Ja. Bart, je kreeg een beetje waterige ogen als je het in de gaten. Ja, hij was heel emotioneel. En dat deed ons heel goed. Alle 13 janken en dan janken van Bart. Ja, dat was fantastisch. Nee, we vonden het bijzonder leuk. En het is voor ons, ja, niet alleen voor ons, was het ook weer gewoon een feestje en het voelt wel zo vertrouwd. Ja. Is het dan ook alsof je nou een paar oude sokken weer aantrekt? Ja, meteen. We zeiden al, we stapten in het busje met z'n drieën en we zeiden nou, het is alsof we nooit eerder gestopt zijn. Het was even een pauze, zo voelden het en we stapten in en we gaan. Van de Olofsand naar Stompenstad. Je horen? Ja, ja, daar gaan we weer. Het is een aantal jaren geleden gestopt. En toch staan ze weer. Het maakte de verrassing compleet, denk ik. Ja, zeker, zeker. Ja. Ik moet zeggen, als je kijkt, het is een geweldig feest hier bij Hoegaarden. En ja, voor mij kan het niet meer stuk. Geweldig. Smaakt dit naar meer? Nou, nee, weet je, we doen dit nu gewoon eenmalig. En wij zijn wel mensen dat als het echt sporadisch voorkomt en we worden gevraagd en we vinden het leuk, doen we het. Maar we gaan niet meer vast zoals we deden. Maar weet je, komt het voor en zijn het leuke mensen? Joh, weet je, dan komen we weer met de koppen bij elkaar en dan gaan we dat gewoon doen. En een groot bezoek gehad van Prinsetje en de Nichten. Een onderscheiding gehad, hoe was dat? Ja, ja. Hoogtepunt na hoogtepunt. Ja. Een stukje waardering en dat doet me heel veel. Ja, absoluut.